Maar kijk, na dit seizoen. Ajax speelt Champions League. Je salaris is vet hoog nu daar bij Ajax. Ajax zou nu komen en zegt tegen jou... Oké, let op. Volgend jaar spelen we Champions League weer. Je krijgt sowieso veel salaris. Waarom zou ik niet doen? Is goed, man. Kom eraan. Hey, wie? Wat is er? Wat is er, jongen? Goed, jongen, met jou? Goed, man. Lekker bak, hè? Lekker, hè? Godverdomme. Man. Net klaar? Ja, vanochtend getraind. Vanochtend? Ja, 11 uur. Twee keer getraind vandaag? Nee, één keer. Maar daarna nog even behandelen en zo. Blijf je zo lang op de club? Ja, soms wel. Heb je een ruzie thuis? Nee, dus ik wacht op jou. Echt? Ik ben nu alleen. Moest je echt wachten? Ja, nou ja. Een beetje behandelen. Waar wil je hem hebben? Ja, zet toch. Toch, man. Ik heb voor jou ook iets. Is het ding zoiets? Kijk eens even. Klopt het een beetje? Ja, ik ben niet veel sneller dan 65. Kijk, eentje tekenen? Ja, tuurlijk. En eentje is voor jou. Deze moet je zelf houden. Zal ik hem daar neerleggen? Ik pak hem zo. Ja, doe maar. Beter. Ach, man. Lekker, man. Zit je rijden of niet? Ja, dat was 2,5 uur maar voor mij, hè? Ah, ja, want... Apeldoorn, hè? Ja, dat is niet zo ver. Ja, dan rijd ik altijd voorbij inderdaad. Als ik terug ga naar Nederland. Tenminste, ja, volgens mij. Ja, ga je via Enschede zo? Ja, dat klopt. A1 gewoon. A1 pakken. Ja, dan lekker, man. Dus lekker van huis af zo. Oh, ja, heerlijk, man. Ja, ik kan wel af en toe naar huis. Gewoon als je een dagje vrij bent, jij ook, hè? Even zin. Jij? Ik ga wel regelmatig. Ja? Ja? Maar je woont in Hilversum, hè? Ja, Hilversum, ja. Klopt. Dat is niet zo ver, man. Nee, het is nog dichterbij dan Amsterdam. Maar... Ja. Ik woon nog 40 minuutjes of zo, denk ik, van Hilversum. Ja. Maar hoe gaat het, man? Gaat het goed nou, hè? Gaat goed, ja. Eindelijk, man. Beter. Ja, een mooie club. Ik heb gewoon naar mijn zin. Ja. Is top. Ja, is leuk hier. Ja, het is mooi. Hoeveel mensen kunnen hierin eigenlijk? Maar 42.000. Oh, oké. Okay. Oh, toch, ja, is wel zo groot, ja. Het stadion is echt leuk. Ik heb hier ook wel... Veel sfeer. Hoe lang is dit stadion hier? Heel oud, maar het is gerenoveerd heel vaak. Ik denk dat jij ik ook nog gespeeld. Ik heb hier ook gespeeld, ja. Met Inter. Ah, met Inter? Toen wonnen wij hier met 3-0 of zo, geloof ik. Toen met die Sinterbaan, denk ik, of niet? Ja, volgens mij wel. Nee. Ja, volgens mij wel. Je hebt gelijk, ja. Was dat ook hier? Ja, alles is hier. Dit zal wel voor je oerland. Ja. Oh ja, volgens mij kwamen we hier zo met die bus, ja. Dan rij je zo naar beneden en ik weet dat weer. Ik heb hier al een paar keer gespeeld, hoor, met de Inter. Ja, dat is wel mooi, hoor. Nog nooit verloren. Nee, echt niet? Want die speelt ook wel goede voetballers daar, jongen. Ja, veel goede vroeg gehad. Diego, geloof ik. Diego. Ja. Miku hadden ze. Dat is goed. Ja. Ailton. Ja, hij hield het. Pizarro, die speelt nog bij ons. Ja? Oh, die zag ik net lopen volgens mij. 41 is hij geworden van de week. Meen je niet? En nog spelen? Ja. Ik zag hem net lopen, ja. Ik bekende kop met die gozer. Ja. Nou, rij op, man. Ja, de Duitsers. Klote. Als een Nederlands kenteken plaatsen. Ja, joh, dat is helemaal gek. Worden ze niet vrolijk. Ik werd net ook al aangesproken door die... Ja? Ik zat op in de strietenrij, zat ik. In de strietenrij? Ja, helemaal hierachter. Je wist niet waar je moest? Nou, vergaat ze. En die kerel, ik reed een beetje uit, kwam hij eraan lopen met die kop. En dan rustig hier. Ik zeg, ik moet naar Werder, Bremenstadion. Kan je me helpen? Goeie, rustig, ik ga varen hier. Maar jij spreekt goed Duits, hè? Ja, mijn Duits is wel top. Hoe kan dat eigenlijk? Ik heb het al op school geleerd en... Oh, zo. Ja, hier... Eigenlijk de eerste dag dat ik hier was, verstond ik alles wel een beetje. Ja. Alleen die gasten spreken alleen maar Duits, dus je moet ook wel. Geen Engels? Ook maar. Oh. Ja. Ja, leer het snel, ja. Ja, gaat super snel. Was het leven wel een beetje lekker hier? Of, Prima, ja. Ja? Is het geen grote stad, of wel? Nee, niet gigagroot, nee. Gewoon groot dorp, zeg. Ja, het is net iets groter dan bijvoorbeeld Hilversum, maar het is net iets groter dan Hilversum. Oké. Okay. Maar het is prima, het is wel... Je hebt nu weer de draad opgepakt, man. Ja, ik speel alles. Naar mijn zin. En ben je assistent aanvoerder? Nee, tweede aanvoerder? Ja, nou, Moisander. Ja, oh ja. Die was geblesseerd. En nu ben je aanvoerder dus? Ja, nou, is binnenkort weer terug. Dus, Net zoals bij Ajax. Ja, ook overgenomen van Niklas. Oh, je volgt hem gewoon, man. Ja. Dan gaat het goed. Ja, je moet niet naar Everton gaan of zo, dat soort clubs. Ja, dat ging niet lekker. Ik ken het. Ja. Je ging toch wel best veel geld daarheen, hè? Ja, klopt, ja. Is bijna 30 of zo? 27 miljoen. Ja, 27 miljoen. 10% tekengeld. Dat is toch lekker, man? Ja. Maar hoe ging dat? Hoe was dat? Met Koeman haalde je daarheen. Ja. En dan speel je niet meer?
Ja, het begin heb ik gespeeld. Ja. En ik moet zeggen, de eerste 2-3 wedstrijden ging ook wel prima. En was voor Europa League dan. En ja, de competitie, de eerste wedstrijd ging ook nog wel redelijk voor mijn gevoel. Maar daarna, ja, we verloren gewoon veel en we speelden slecht. Ik speelde zelf ook heel slecht. En de staten waren echt slecht. En dan gaat op een gegeven moment, had Koeman me al op de bank gezet op een gegeven moment. En toen ging Koeman er ook nog uit. Dus ja, dan weet je, tenminste toen dacht ik nou oké, misschien nieuwe, ja, misschien een beetje naïef ben je dan dat je denkt nieuwe trainer komt. Maar nee, ja, dat gaat gewoon niet zo. Het is toch best wel raar, want de Koeman haalt je, kijk, hij haalt je voor heel veel geld. En je bij Ajax speelde je gewoon goed, Europa League gespeeld, finale, alles, weet je, aanvoeren, belangrijk voor het team en zo. En dan zet hij, haalt jou en dan zet hij gewoon wissel. Ja, ik weet ook niet. Toen werd ook Rooney gekocht en Sigurdsson. Sigurdsson voor nog meer geld. Okay. En die werd eigenlijk voor dezelfde positie ook gehaald. Dus hij haalde gewoon nog een concurrent erbij voor jou. Ja, misschien ook omdat ik niet goed speelde. Kan ook natuurlijk, maar was wel uiteindelijk niet gelukt. Maar, ja. Maar was het toch zeg maar, best wel een korte tijd dat hij weer een speler ging kopen, of niet dan? Of tegelijkertijd? Nee, ik werd voor het seizoen gekocht. Ja, voor en de voorbereiding. En hij in het midden van het seizoen? Daarna? Denk augustus of zo. Ja, zo gaat het, hè. Klote man, waar woonde je eigenlijk? Ik woonde in Manchester, in het centrum. Ik ben veel Manchester geweest, ik man. Ja, dat is top. Ja, dat is leuk. Ik woonde toen, even kijken, waar woonde ik? Anderlecht. Ja, maar dat is veel te groot. Ik was alleen met mijn vriendin en we wilden niet. We hebben ook huizen daar bekeken, maar. Ja. Grote huizen, hè? Ja, en we willen ook gewoon een beetje naar buiten lopen met je leven. Ja, gekke huizen. Ja, dat is niet normaal. Oh, jongen. Ja, dat is echt alles erop en eraan. Ik word hier zo gek van. Ja, maar kijk, wat meer op de weg gewoon, hè? En niet kijken. Dat is wel een lekker wijf. Ja, vind je? Ja, Dodgers, Swanson. Je hebt een lullig gezicht gehad, hè? Jongen. Oké, maar Ajax is wat top ook, hè? Ajax speelt echt goed, hè? Wat denk je nu? Wat denk je als Ajax nu komt, volgend jaar? Jij hebt nu 3 jaar ben je weg uit Nederland. Ja, ik weet het niet. Het is moeilijk. Toen ik bij Everton, voor de zomer heb ik wel contact gehad met Ajax. Hebben ze wel gevraagd hoe ik erin stond en zo. Maar jij wilt ook niet gelijk, ik weet niet. Voor dit seizoen? Of toen? Toen je bij Everton. Ja, maar nu, kijk. Ja, je weet het nooit, maar ja. Ik weet niet, ik heb het hier wel heel erg naar mijn zin. En ja, ik ben ook niet zomaar ergens heen gegaan om even. Nee, ik snap het. Je wil wel een slag in het buitenland even laten gewoon, zien van oké, wie je bent en zo. Maar kijk, na dit seizoen. Ajax speelt Champions League. Salaris is vet hoog nu daar bij Ajax. Ajax zou nu komen en zegt tegen jou: let op, volgend jaar spelen we Champions League weer. Je krijgt sowieso veel salaris. Waarom zou je het niet doen dan? Ja, ik weet het niet. Gewoon, je wil nog steeds buitenland blijven. Nee. Ja, deed jij dat vroeger? Was mama? Had ik het helemaal gedaan. Zat je nu niet in de auto? Nee, precies. Ik weet het niet. Ik heb het hier echt heel erg naar mijn zin, moet ik zeggen. Ja. Ik heb ook wel geleerd, je moet niet echt vooruit gaan kijken, want het heeft toch geen zin. Je weet toch nooit wat er gebeurt. Nee. Maar Ajax is natuurlijk altijd mijn club en het zal altijd zo blijven. Ja, dus, ik kreeg wel een mooi afscheid man. Ja, ik zat nog even te kijken, maar ik heb ook heel mooi afscheid gehad. Ja? Nee? Helemaal niks. Het trap van nummer 1, ze zijn wegwezen hier. Ja, klootzak. Nee, dus dat was wel mooi om te zien. Ja, dat was top. Dat was wel emotioneel ook wel. Maar toch, jij hebt toch lang gespeeld en het is toch je club. Ja, ja. Maar zo'n afscheid te krijgen, betekende wel veel voor me. Ja, lekker man. Hey, maar je kon ook naar Lazio, hè? Ja, dat scheen in de pest te zijn voor deze zomer. Okay. Alleen ik had tegen mijn zakennemer gezegd, ik wil niks horen, ik wil niet weg. Nee. Want je zit goed. Ja, en ik vind ook niet dat ik dat kan maken tegenover de club. Nee. Omdat die me toch gehaald hebben toen ik eigenlijk niks meer waard was. Nee, precies. Ja, dat is mooi. Dus ook. Hebben ze wel echt hun best gedaan om mij te halen. En ja, dan vind ik ook niet dat ik het kan maken om weg te gaan. Ja, precies. Ik hoorde nu dat HSV jou wilde hebben. Ja? Dat denk ik niet. HSV is toch een derby, hè? Is een derby, hier. Ja. Ik heb nog niet gespeeld omdat ze gedegradeerd zijn. Net het seizoen dat ik tuurlijk, ja. Maar ik hoop dat het een keer tegen ze kan spelen. Dat zou mooi zijn, maar ik heb daar laatst gespeeld nog. Ja, ik zag het net van het Dat zeg je? Ja. Die goal, hè? Die dikke. Ik heb niet gezien. Heb die goal niet gezien? Nee. Ja, mooiste goal maar van allemaal, joh. Die dikke. Ze dacht allemaal, die Van der Weij, die dikke vetzak. Die Van Gaal, jongen, die keek me zo al een keer tegen mij, hoe lang wil je spelen? Ik zeg, doe maar al een uurtje. Hij dik was nog lang, hij zei, is goed. Ja, dat was mooi. Ik kwam die gasten natuurlijk bij, in Duitsland is het ook wel in het nieuws, omdat Van der Weij natuurlijk daar gespeeld heeft. En
vroegen die gasten mij op de club ook. Ze zei, oh, die legends. Ze, maar er was eentje die kende ik niet, zei hij. Was ik? Ik ken die foto, kijk, ik zei, oh, die. Hij zei, ja, ja, ja. Ik zei, ja, die heeft Ajax wel bij Ajax in het Everton is al gespeeld. Ja, ja, ja. Hij zei, ja, die kennen we niet. Nee, die kennen ze niet, vuile hond. Flikkers. Nee, joh. Oh, ja, dat was leuk, man. Leuk ja, feestje. Hij is nog wel een legende daar, Rafa. Ja, 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 is normaal. Oh. Ja, dat vergeet je soms wel. Wie is de beste speler waar jij mee gespeeld dan, tot nu toe? Beste speler? Pff, ik ben toch wel... Snijder of Robben. Snijder, ja? Dat toch wel, ja. Ja, Robben ook goed, hè? Pff, die waren niet normaal. Die was nog steeds fit, die gek. Ja, ja, die is pas gestopt, maar die... Oh, wat is hij nog snel en zo, hè? Niet normaal, hè? Maar hij doet ook alles door. Hij is ook gewoon... Die warming-up van hem elke keer, tak. Ja, ja. Ja, hij is goed, altijd fit en zo. Tenminste, ja, gedreven. Ja, niet fit, niet, maar hij is wel vaak geblesseerd geweest, maar wel een wereldvoetbal. Ja, een mooie carrière gehad. Ja, geweldig. En jouw toekomst? Ja, geen idee, ja. Kijk niet vooruit. Ja, ik vind het heel moeilijk, omdat jij, ja, ik had ook gedacht, ik ga misschien in Engeland een paar jaar spelen. Ja. Had ik toen gedacht. Ja. Ja. Dat kan denken. Nog, als je nu, ja, misschien komt er wel weer een club. Wat zou je doen als Everton weer terug kan? Nou ja, ik weet niet of ik het zou doen, maar ja, ik zou aan de ene kant zo hebben van, ja, aan de ene kant zou ik het ook wel willen om een soort van revanche. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik weet niet of ik het zou doen, maar... Het is wel een mooie club, hoor. Ja, ja, zeker, ja. Club, zeker. Ik denk zeker als, ja, die periode was de club ook niet echt... top. Ja, we speelden gewoon slecht en er was veel negativiteit om de club. Maar ja... Dat is al jaren zo. Nee, ja, maar ja, ik denk al, ja... Als het gewoon weer een positiviteit komt en zo, het is echt wel ja, mooie club. Ja, zeker was een mooie club. Ze hebben wel een nieuw stadion nodig, man. Ja, die gaan ze bouwen nu. Wow. Ja, gaan ze bouwen? Ja, man. Wat een ellende. Tenminste, ik vond het wel... Ja, als je speelt is het gewoon mooi. Ja, man. Je kan niet lekker even in de kleedkamer zitten. Nee, dus je niet rustig je dingetje ophangen. Nee. Het is klein en zo en oud. Douches die... Kukkie, tering, wat is dat dan? Heb je die bal van trainingsveld meegenomen? Twee. Twee. Jongen, zeg je dat? Oh, dat was niet normaal. Ja. Oh, zielig kind. Als die omdraait, krijg je klap weer voor je bek, joh. En het Nederlands elftal, hè, ook gespeeld. Onder debuut gemaakt. Tegen Frankrijk, toch? Ja, onder Van Gaal. Ja. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, en hoe was dat? Ja, was wel... Speciaal wel, hè? Ja, ja. Volgens mij zei hij wel... ik weet niet of hij had gezegd dat ik ging spelen een dag voor de wedstrijd. Maar hij had wel gezegd van... Zorg dat je klaar bent of zo, is dat je misschien in kan komen. Het was toch een oefenpotje en ja, toen kwam ik uiteindelijk erin. Dus, ja, het was wel echt een, ja, natuurlijk een droom die uitkwam. Tegen Frankrijk verloren toen 2-0. Ja, 2-0, ja, hij was kansloos. Dat was echt, Frankrijk, goed team, ja, dat is niet normaal. Maar die eerste keer dat je dan moet melden en zo, is apart, hè? Ja, tuurlijk. Ja, beetje zenuwachtig. Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk. Ja, was wel, ja, was nog bij huis te doen. Ja. Dat was wel, ja, was wel even anders. Ik ook, weet je wat mij gebeurde? Ik kwam gewoon te laat een uur. Nee, ja, zeg het je, de eerste keer. Dat is ook echt wat van jou. Echt, die advocaat, jongen. Ik wist de weg niet. Ik zat ineens, zat ik in Den Haag. Ik zeg, wat is dit dan, joh? Ja, ik bel hem dan of iets? Ja, die stuurde me helemaal verkeerd of zo, weet ik veel. En ik bel hem op. Ik zeg, sorry. Ik zeg, ik zit in Den Haag. Den Haag? Dus kwam ik daar aan. Nou, was wel oké. Okay. Maar ik vond het wel spannend. Een beetje zweethandjes en zo. Ja, tuurlijk. Alles wat de eerste keer is spannend. Ja. Ja, dat is net als met mijn vrouw. Nu ook niet meer. Nou, wat dat nam maar met rust. Ja, denk je dat nog steeds? En jij hebt wel vriendin al lang, lange ja, tijd? Ja, 4 jaar al. 4 jaar? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, Oh, lekker man. Ja. En weet je hoe die club ontstaan is? Nee. Werder Bremen? Nee. Ja, weet je niet? Het zal weer raar verhaal komen. Ik zweer het, echt okay, zo, hè. Oké, okay, ik ga even vertellen. Oké. Okay. Er waren studenten die gingen je touwtje trekken. Ja. Ik zit echt zo. Ja, ja. Gingen je touwtje trekken. Toen wonnen ze hem. Ze wonnen die wedstrijd, ja. Kreeg ze een bal. Ja. Toen dachten ze, we gaan een voetbalclub oprichten. Nou, daarom ben je miljonair geworden. Ik zie een touw trekken. Ja, nee. Zeg zo. Ja, pas in dit. Heb je opgezocht? Ja, heb ik opgezocht. Ging even kijken. Ik denk, even kijken. Ik heb nog nooit gehoord. Ja, moet je maar eens kijken. Dus, door touwtrek werd vrij. De studenten. Ik heb nog nooit touw getrokken bij Wens. Nee? Nee. Ja, wat anders wel zeker. Lekker wat. En die vader en moeder komen nog op vraag hier? Of denk ja, van, oh. Die waren van het weekend toevallig nog. Ik zal even de dingen aanzetten waar we heen. Weet je de weg niet? Nee, in het centrum, rechtdoor. Ja, ga maar. Ja, precies. Goed. ja, mijn ouders waren van het weekend nog. En die komen wel regelmatig wel.
Ja. Niet elke thuiswedstrijd, maar wel vaak. Dat begrijp ik. Je kijkt zo dichtbij. Als je hier om je heen kijkt, denk je, blijf lekker heel stoer zitten. Jij moet dan veel betaald krijgen. Serieus. Hey, even kijken. Onder Bos was dat, hè? Bij Ajax. Frank. Eerst Frank. Ja, echt zo'n 4-5 jaar wel. Ja. Ik had Frank al in de jeugd. Bij Frank had hij ondertiteling als je dan was de beste bespreking deed.